Hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik dit heel leuke Promoters pakketje unboxen. Het komt normaal gezien van B-Unique Jewels, als ik me niet vergis. Ik zal haar account hier in beeld zetten. En ze heeft me de sieraden opgestuurd. Ik mocht zelf iets uitkiezen. En normaal heeft ze er ook een extraatje bij gedaan, als ik me niet vergis. En ja, ik ga dat nu unboxen met jullie. Zijn jullie benieuwd wat er allemaal in zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, dus ik ga het heel leuke pakketje unboxen. Dit is trouwens een Promoters pakketje. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Dus ik heb er eigenlijk niks voor moeten betalen. Alleen de verzendkosten. Omdat ik haar nu ga promoten, zeg maar. En ik ga daar ook nog een leuke foto mee maken. Maar laat ik nu even open doen. Want dat is echt heel leuk. Oh, oké, dit is het eerste wat ik zie. Een organza zakje met erin. De heel leuke spultjes. Oh, leuk. Kijk dat. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Oh, als eerste zie ik hier een scrunchie. Ik denk dat dit een extraatje is. Wow, dat vind ik echt heel leuk. Die scrunchie is echt super mooi. Die past echt heel goed bij dat setje. Ik ga het even open doen. Oké. Als eerste zie ik hier een scrunchie. Een heel leuke paarse scrunchie. Echt heel leuk. Die staat wel mooi. Oh, die vind ik dus heel leuk. Dan zie ik hier nog iets in het paars. Oh, thema paars. Ik hou ervan. Even het open doen. Okay, in dit zakje zit als eerste zo'n kaartje. Ja, het is een spiegelbeeld. Maar het staat op Be Unique. En op de achterkant staat er A Little Surprise for You. Because you are special. Oh, echt heel lief dit. Wat zat er nog in? Een sticker, een leuke blauwe sticker. En er steekt hier nog een ringetje in. Ik ga het er heel even uithalen. Wow, kijk hoe schattig. Met een sterretje. Ik kan die even aandoen. Wacht, hè? Zet je hem erin. Echt heel schattig. Nee, ik kan die onder andere vinger aandoen. Deze vinger is een beetje te dun. Of ja, dat zit er een beetje te los. Oké, zo, dat is beter. Echt heel leuk. En dan heb ik hier nog iets. Oh. Dit zijn de drie armbandjes. Dat was zo'n armband setje. Ik ga het eventjes open doen. Oké, als eerste ga ik het kaartje bekijken. Een heel mooi kaartje. Zo, een heel leuk kaartje. En er staat op: Thank you for your order. Veel plezier met je armbandjes. XXX. Insta Be Unique Jewelry. Komt hier in beeld. En TikTok Be Unique Jewelry. Oké, ik ga zeker haar TikTok account volgen. En zo bedoel ik. En ja, er komt ook nog een TikTok op mijn account van dit. Hè. Maar dan gaan we nu door naar de armbandjes. Oké. Als eerste zie ik dit armbandje. Het is gewoon een leuk paars simpel armbandje. En die ga ik nu eventjes omdoen. Dat zou echt erg zijn. Oké, dit is het eerste armbandje. Zo. Echt heel leuk. Dan het tweede armbandje is... Zo ene, met een schildpapier. Ik vind die allemaal zo mooi. Die ga ik ook even omdoen. Zo. Echt heel schattig. En dan heb ik hier nog ene. Deze. En die ga ik even omdoen. Oké, ik heb alle sieraden om.
En ik vind ze echt heel leuk. Dus ga zeker een kijkje nemen op haar account. Dit is haar account. Ga zeker een kijkje nemen. Ga haar ook volgen. En ga zeker foto's liken. Want dat zou ik echt heel leuk vinden. En zij denk ik ook. Dus dat was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!